Welkom bij een nieuwe video. Het is eindelijk zover. De battle. Devin tegen Lars. En we hebben een echte scheidsrechter. Keizer scheids. Game of Tramp. Wat gaan ze doen? Ze mogen het zelf uitzoeken. We hebben ze net uitvechten. Ze mogen de regeltjes doen. Jochen, het is een game of flip. Ja. We hebben besproken dat... Game of flip wordt het. Ja, het zijn vier letters, maar dan kan ik Devin sneller afmaken. De regels. Je kan ook gewoon tram doen. Als je hem voordoet, dus je gaat die trick voordoen, heb je één poging, val je dan, mag de andere gelijk. Nadoen, krijg je twee pogingen plus, catch a redo of zo, zei jullie. Zou ik die niet uit moeten leggen? Kylex zal even uit de regels. Doe maar lekker. Hé, maar in ieder geval, de blauwe trap, daar mag ik niks meer vanaf doen. Lars dan ook niet, hè, allebei niet. Nee. De groene randen, we mogen wel over de groene randen heen, maar we mogen niet iets op de groene randen landen. En verder, ja, was dat het? Dat was het. Ja. En we hebben de echte, voor deze wedstrijd, de echte ringgirl uitgenodigd. Hij zit op zijn kop. De ringgirl van vandaag. De ringgirl, meis. Gaan we beginnen? De battle begint. Wat, gast? Ja, maar dit is vervelend. Oké, Devin, het is steen, papier, schaam. Weet je nog de vorige, elke keer als ik steen, papier, schaam moet doen, kan ik gewoon. Tik, tik, boom. Bij ja, dat weet ik, dat weet ik toch? Ja? Okay. Wil je even oefenen? Want je wacht, maar dat kan ik niet tegen. Je was jou. Steen. Ja, dat kan ik niet. Dit gaat echt een hele lange dag worden. Oké. Okay. Ja? Okay. Jawel! Wacht, ja. Zal ik het anders zeggen? Ja, okay. Zeg maar ja. Oké. Okay. 3. Oh! Steen. Ja. Net telt je 3, nou zeg je steen. Oké, steen, papier, schaar, oké? Oké. Steen, papier, schaar. Ja, Devin heeft gewonnen. Oké, eerste trick. We pakken een klein vierkantje, we doen hem uit stand. Dubbel back. Nice. Ik kan je al zeggen dat ik dit niet doe, maar ik ga in ieder geval proberen. Ja, nou weet je wat? Eerste letter is in de pocket. Nice. Top. Jouw beurt. 27 dijfrol naar 360 ballen uit. Ja. Het is voor mij ook een letter, een F. Wat ik ga doen is uitstand dubbel front. Landen. Okay. Ja, je mag natuurlijk wel veren, maar je tenen mogen niet vanaf de trampoline komen. Wat doe jij nou? Ja, check of je wel echt het stand doet. Kijk, ik snap natuurlijk Devin, je dacht twee keer, iets wat hij sowieso niet kan, dat is dus karma. Maar dan mag ik dat ook doen. Zijn we dan die bal out? Ik wist dat hij kwam. Dat is ja, nice. Je springt met twee voeten, begin. Sideflip naar je rug in de muur landen, naar bal out, zeg maar uit de muur. Snap je hem, Lars? Nee, ik zal het zien. What the fuck? What the fuck? Jezus. Hoe fijn dat je die oplost. Nou, we gaan ervoor. Hè? Lekker tricky. Hey, jij boven. Oh. Gast. Dat is één. Fuck! Eerste try. Nee, mama, ik ga erin doen, ik kom niet dood. Nou, lijst. Hoeveel staat het nu? FL, hè? Nou, ik ga ook even denken. Dubbel full naar je rug en dubbel pull over. Oké. Okay. Heb ik nog nooit gedaan? Ik ook niet. Oké, ik ook niet. Sideflip in die muur naar de andere muur toe. Maar niet zomaar een sideflip. Inward. Inward. Ja, dat is een soort van. Dat was een outward, hè? Ja, oh, outward. Het was geen inward. Ja, ik dacht serieus dat daar inward het was. Het is een outward. Devin's trick is afgekeurd, omdat Devin zei dat hij een inward side ging doen naar de andere muur. Maar Devin deed geen inward. Devin deed een outward. Dus hij deed hem naar buiten in plaats van naar de muur toe. Dus de trick is afgekeurd. Spannend, hè? Dit is spannend hoor, jongens. Jeetje. Ik doe wel Arabian Unwind. Dat ga ik wel over. Wat is dat? Een Arabian en je draait weer terug. Half. Een half.
Ja, ik doe hem hier uit een barani. Ik heb deze nog nooit gedaan. Hij kwam wel er straks in me op. One bounce, full in. Back. Nou, we gaan wel proberen. Ik heb net op mijn team gehoord dat ik het moet proberen. Nou, maar. Hey, nog een letter. Dus dan is het FLI. Ja. En ik? F. Dan ben jij weer. Even denken. Ik moet nog wel in ieder geval één letter geven wat ik af ga natuurlijk. Ja, dat was het meeste idee. Gewoon heel tram skippen in de achtergrond. Ja, daar ben je fucking goed. Of misschien met een back. Met een dubbel full. Ik doe Barani. Ik doe Barani en dan skip ik. De Barani ga ik hier naartoe. En doe ik dubbel full en dan skip ik deze trampoline en dan land ik hier. Hey, ik weet mijn trick al. Ik doe het vol, want dadelijk zeg ik deze naam ook fout. Dus wat we doen, is we springen in de muur. We doen full uit naar de front. Nice. Hoe ga ik deze full doen, jongens? We hadden heel veel discussies. Discussies? Hoe bedoel je discussies? Maar hij zegt, we doen echt alleen trampolines, alleen trampoline trick. Ik ga nu het uitleggen. Ik ben met twee voeten af, hè. Ik zet hem niet outward in, ik zet hem niet inward in. Maar nu doe je een wild trick. Nee, jawel. Ja, jij kan uiteindelijk. Hey, maar in ieder geval, ja, ja, hoe zit dat dan? Ik bedoel, scheids. Maar nee, Ik heb de goede trick niet gedaan, die ik zei. Nu gebruik je de lamp. Ja, sorry, ik ga het vanaf trampoline. Ja, ik wil dat net ook niet. Ik heb echt geen flauw idee hoe die heet, serieus niet. Ja, maar dat gaat dus niet. Ja, hoe jij het wil noemen. Ga je doen. Mag ik nog wel? Nee, jij hebt het gezegd. Ik vind dat ze deze battle nog een keer bij Lars moeten doen. Dat vind ik wel eerlijk, want dat is eigenlijk... Ja, dat vind ik eigenlijk... Oh, is dat eigenlijk en, willen jullie een rematch, dan vind ik dat ze even nog een keer bij Lars moeten doen. Als het 1-1 wordt straks... Gaan we naar Spacium. Weet je toch al geweest? Oh ja, nee. Ja, maar dat is één keer dat ik daar geweest ben. Hè? Ja, keer. Nee, maar dat weet. Maakt nou naar welk park moeten hun, als het 1-1 wordt, de volgende battle doen. Niet naar Jump Square. Nee. Dat vind ik in ieder geval wel een leuke uitdaging. Maar... Je krijgt daar toch nooit een contract. Ik heb zeg maar de riem gewonnen. Hij is alleen niet meer van mij. Drie keer mag je winnen. Nou heeft Devin hem gewonnen. Dus nou gaan wij nieuwe tegenstanders zoeken. En wat hadden wij heel vaak? Want sommigen die zeiden van... je durft niet tegen Dante. Bobels is de beste en die en die. Dus wat gaan we nou doen? Ja, die vraag, kregen wij heel veel. Ik denk dat niemand Devin hier verslaat. Dante ook niet, Boas ook niet. Nee, dus daarom gaan we naar een... We gaan nou even... Ik heb een leuke. Oh, hij heeft een leuke. Dit zijn allemaal mensen die mee willen doen. Oké. Pak allebei een blok. Die moeten tegen elkaar. Tegelijk. Ja, pak er maar eentje. Oh! Tegen Job. Dante tegen Job. En dit wordt nou echt een spannende battle, want dit stelt eigenlijk niks voor. Dit wordt echt een spannende En dat battle. Wordt bij Gymnastics. Ja, ik vind dat de verliezer mag pakken. Cas. En wie Cas niet kent, Cas is een jong talent. En die kan wel eens verrassend uit de hoek komen. Robin. Ja, dus de winnaar daarvan. Die moet tegen Robin, de volgende. Ja, maar in deze Milko. Oh, de winnaar daarvan tegen Milko. De winnaar daarvan. Tegen Brett. Brett. Nou ja, pak ik je terug omdat ik moest freerunnen. Jij mag lekker tegen de winnaar van hun. Daarna David. En als laatste. En dat is wel de topspringer.
Jesse. Jesse Heffels. Maar dan moet David gewoon winnen en het hier gaan doen. Dan, ja, degene die wint, die mag iedere keer zeggen waar het gehouden wordt. Oh, ja? Ja hoor. Maar wij vinden elkaar nog gewoon aardig. Nou, kijk, het mooie van de situatie. Hij is wel een beetje boos, maar omdat ik hem dik heb ingemaakt, natuurlijk. F versus Flip. Ja. Nou, het mooie is dat als ik iets noem dat Devin helemaal een soort van wild werd. En nu heeft hij gewonnen, is alles weg natuurlijk. Dus. Ho. Nou, rustig. Jij werd. Nee. Ik mocht niet mijn ginger voordoen die ik zo graag doe. En ja. Die auto. Of in, die was dan niet goed? Wordt oud. Nee, man, dit gaat echt nog heel lang duren. Echt bizar. Wat vind jij ervan? Kinderachtig. Ja. Ik weet precies hoe ik Devin boos kan maken. Oh.